Ik zat er niet bij, nee. Jij zat er niet bij? Ik zat er niet bij, nee. Ik wil wel. Maar als ik denk, als ik daadwerkelijk het gevoel heb van dat... Maar weet je waar ik ook een hekel aan heb? Waar ik ook eigenlijk niet zo kan? Is die mensen die inderdaad op mijn geweten gaan spelen dat ik moet geven. Ja. Die brieven, die bedelbrieven bij de post die je krijgt. Ja. Ik ben altijd verantwoordelijk voor die ding. Met die grote negen. Nou, we houden erop op. Ik snap ook niet hoe we hierop kwamen. Ja, dat zijn van die, hypocriete celebrities. Nee, precies, ja. Van die hypocriete celebrities die zo'n geweten... Die naar een bankrekening kijken en zien dat er 20.000 miljoen op staat. Ja. En dan krijgen ze last van hun geweten en dan gaan ze zich opeens inzetten voor de daklozen. Zoals Bruce, de baas. Zoals Bruce, de baas. Bruce Kahobelkay. Ja. Maar het is ongetwijfeld een hele interessante discussie, hoor. Ja, ja, absoluut. Misschien ben ik wel heel egoïstisch. Het zal wel. Ik ben ook zo iemand die roept van... Als ik nou morgen het idee heb dat de communistische Belgen... Of de extreemrechtse Belgen... Ja. Dat kunnen we tegenwoordig bijna roepen wel met het Vlaams blok dat zo groot is. Die extreemrechtse Belgen... Als er ook maar enige dreiging is dat zij ons land binnenvallen... En dat zij ook het ook zouden kunnen winnen van ons... Dan ben ik echt... Het moment dat ik die dreiging voel, dus voor de oorlog nog... ben ik gewoon weg. Nee, of dan meet je een zuidelijk accent aan. Ja, nee, maar, ja. Dan ga ik bij hun staan. Ja, nee, maar dan ben ik gewoon weg. Dan laat ik alles wat ik hier heb achter... en dan ga ik gewoon ergens anders naartoe. Daar ben je. In plaats van hier maar zitten te wachten. En te lijden. En te lijden. En 10 jaar door een hel gaan. Ja. Omdat ik zogenaamd hier met mijn Breedbeeld TV wil blijven zitten. Ja. Oh, die arme Breedbeeld TV. Kijken naar Diana Woei dat het weer slecht weer wordt. Ja, ja. Weet je, dan zorg ik gewoon dat ik vlucht. Nou, dan moet ik maar even op straat leven een paar jaar. Beter dan in oorlog. Ik zeg, vrijheid is niet iets waar ik voor wil vechten. Vrijheid wil ik gewoon dat het krijgen. Er is. Dat is. Nee, dat is er gewoon. Dat is voor mij een levens... Hoe noem je dat? Belang. Nee, levens... Noodzaak. Nee. Levensbehoefte. Nee. Zonder vrijheid kan je niet leven. Dus dat is er gewoon. En ik ga wel ergens anders naartoe als ik dat hier niet kan krijgen. En er zijn genoeg plekken waar het wel is. Ja. Laten we eerlijk blijven. De wereld is groot genoeg. En mensen zeggen altijd van, ja, je hebt de mogelijkheden ertoe. Ja, gelul, iedereen toch? Een beetje lef is het onder, pakt vandaag. Als die wil, pakt die vandaag de spullen. En zit die zaterdag op Schiphol, is die weg. Ja. En dan kan ook gaan lopen, dan ben je er over 2 maanden. Ja, maar dan kom je er wel. Ja, dan word je na 3 maanden weer weggestuurd omdat je geen verblijfsvergunning hebt. Ga maar terug. Nee, want ze weten niet dat je er bent. Nee. Ja, het is allemaal heel simpel. Zeker met die EU tegenwoordig. Ja, je kan overal heen, man. Je kan overal heen. Zo. Heel simpel is het allemaal, het leven. Ja. Dat was het showbiz nieuws, dames en heren. Ja. Morgenochtend meer. Oh, we hebben zo even iets lichters. Dat is Katja en Gerard zijn hier. Oh, ik was wel in slaap gevallen. Ja, het is allemaal veel te heftig. Dat vinden mensen toch helemaal niet leuk om te horen. Nee, ja. Over vluchtelingenpolitiek. Dat vinden mensen niet en leuk. En organisatiehulp. Ja, heb jij wel eens gegeven geld, Katja? Yes. Aan wat dan? Aan mijn familie. Mijn moeder ging het niet zo goed mee. Hoezo? Zij woonde in een huis waar je niet eens omheen kan lopen. Dat vond ik zo zielig. Ze woonde in een rijtjeshuis gewoon. Ja, in zo'n huis waar mensen wonen die van die vliegen om hun mond hebben. Nou ja, dat is helemaal niet in Nederland. Dat is helemaal niet in Nederland. Nee, zij had het ook niet. Maar het scheelde niet veel. En dus toen dacht ik, die moet ik uit de nood helpen. En toen heb ik voor haar een huis gekocht waar ik omheen kan lopen. Oh. Ja, echt waar. Hij staat thuis. Niet ver van mij. Heel. Maar ooit wel eens iets gedaan voor Kosovo of voor die mensen in Colombia met die modder. Colombia? Ja. Nee, volgens mij niet. Wat is Colombia? Het is een land. Oh, een land? Nee. Ben je nooit geweest voor Fox? Nee, ik ben alleen... Nee, dat wordt... Jan, dat mag je niet zeggen. Dat wordt alleen maar in de studio opgenomen. Oh? Oké, okay, nou, laten we nu... Het snapt niemand weer. Nee. 7 over 9. We gaan zo even Katja en Gerard doen. Even volhouden. Hé, hey, joh. Weet je wat jij moet doen? Zo'n eurostelrekening. Wat zeg je? Ja, ik vind dat de arme mensen meer moeten neer moeten steken. Neer moeten helpen. Meer moeten helpen. Meer moeten steken. Ik doe best wel aan mensen geven, aan buitenlandse arme mensen. Ja, ik geef veel geld, heb ik gegeven aan Verzaki. Wie? Verzaki. Verzaki. Versace. Ja. Dat zie je ook als ontwikkelingshulp. Ja, of aan de eilandengroep Dolce en Gabbana. Dolce en Gabbana? Daar ben je toch in vakantie geweest of zo? Ja. Nee. Ik kwam laatst weer een afschrift binnen van Gucci. Van? Gucci. 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 Oh, Gucci. Gucci, ik doe best wel aan... Je zit me hier te beschuldigen, Robert. Dat je geen ontwikkelingshulp doet. Dat ik niet aan ontwikkeling doe. Ontwikkelingshulp. Hulp. Nou, kan je even je tune? Ja. Heerlijk zo'n dom iemand treffen.
vind het wel zielig voor Jeroen dat hij zo dom is. She's a winner. Ja. Internationale klasse. She's a lady. Wereld, kom even bij me zijn. Jij bent voor mij de vrouw waar ik het meest aan doe. Daar kan ik werkelijk niks aan doen. Boven op het nieuws. Hallo Robert! Hi Katja. Hallo luisteraars, hier is uw favoriete ster Katja weer. Robert, ik wil nog wel even wat andere dingen in recht zetten. Zo, kom maar. Ah, ik hoorde dat je zondag mijn programma op TMV Zo 90's hebt gezien. Ja, Zo 90's. En dat ja. je het zo leuk vond. Ja, ik vond het heel leuk, Katja. Ik heb erg gelachen. Ah, dat zeggen ze bij TMV ook steeds. Dat ze mij zo... Dat ze, ik zo waardeer omdat mij zo impuls ben. En omdat ik zo asociaal ben ook. Asociaal? Ja, omdat ik zo leuk met mijn collega's kan omgaan. Ja. Bijvoorbeeld Mimi. Mimi? Mimi, die zit ook bij TMV. Is dat ook een VJ? Dat is ook een VJ en zij doet een programma dat heet Request. Request. Ja. Request. Ja. En die wilde laatst mijn oogschaduw lenen. Maar dat mag best wel hoor. Oh. Maar er zijn ook mensen die... zinlijn overschrijden. Die? De dunne lijn. Ja, de zinlijn. Zoals Fabienne van MTF. Ja. En die heeft niet eens gevraagd of ze mijn vriendje mocht lenen. Oh, Jan Gert. Jan Gert is er zomaar mee vandoor gegaan. Ja, Jan Gert doet het met iedereen. Gerard. Ja, Fred. Ik heb jou ook verdedigd vanochtend. Dus, want er stond vanochtend opeens een cameraploeg bij me voor de deur. Die mij allemaal moorden in de wond probeerden te leggen. Oh jee. Wat bedoel je, schat? Ik volg je even niet. Nee. Ze probeerden me dingen te laten zeggen waar ik helemaal niet voor stond. Dat je zo slecht was en zo. En toen? Toen heb ik geantwoord dat je een van de grootste artiesten van deze tijd was. En dat je niet voor niets zo populair was in Siberië. Maleisië. Maleisië. Whatever. Dan zijn ze weer weggegaan en ze zeiden dat ik gelijk had. Nou, kratje. Ik weet wat je wil gaan zeggen, Gerard. Maar ik ben heus niet uit op je dankbaarheid of zo, hoor. Graag gedaan. Tijd voor de filmrecensie. Oh, zijn we al zover? Ja, hoor. Komt-ie. Dames en heren. Oh, dat is de verkeerde, sorry. Dames en heren. De Katja's filmrecensie. Ah, daar is die. De filmrecensie met de pen. Dames en heren, graag uw aandacht voor Katja's filmrecensie. Ja, het is zover, Katja. Oh, Q. Robert. Ja. Q, dat is heel grappig dat je dat zegt. Dat zeggen ze bij TeamV ook steeds. Ja, ja. Dan weet ik dat ik moet. Q. Ik ben afgelopen zaterdag naar de drive-in movie van Veronica MF geweest. De drive-in movie? De drive-in. Ja. Ik dacht dat het eerst voor bootjes was, maar de drive-in heet... Ah! Grapje, Robert. Ja, ja. Ik dacht toch niet dat ik het meende, of wel? Nee, ik dacht toch niet dat ik dom ben of zo? Nee, je bent niet dom. Oh, de film heette Wild Wild West. Ja. Met John West als Will Smith. Ja, nee, Will Smith als John West. Was het andersom? Ja. Oh, ik vond juist dat die acteur zo goed op Will Smith leek. Oh, nou goed. Het was een educatieve film waarin op heldere wijze uiteengezet werd hoe de diverse technologische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zoals de uitvinding van de trein en het vliegtuig. Natuurlijk was er wel een simpel verhaal van een strijd tussen goed en kwaad ingebouwd om de lager geschoolden publiek... Wat staat daar nou? Gebold? Wat? Gebold te houden. Geboeid. Geboeid te houden. Ja, de I. Maar toch 4 hair extensions. Het Katja Movie Meter. 4 hair extensions. Ja. Dat is niet slecht. Heeft Joling nog een film gezien? Ja, die zijn doenlijk hoe dat mormel is daar. Oeh, nou, kom op, Gerard. Leuk, hè? Dat ik toch zo'n ideale mix ben tussen schoonheid en interferentie. Nou, kom op. Je slaat een spijker op zijn kok. Mag ik ook nog even een filmpje doen? Doe jij even een filmpje, nou, er zat hier een jongen te gebaren van de regie afronden. Is dat radiotaal voor pijpen? Nou goed, ik heb de film Free Your Willy gezien. Wat? Free Your Willy. Free Your Willy? Het was een soort gluurfilm. Ja. Een of andere Link Michel is met zijn kamer naar de naakstrand. Is hij in de bosjes bij gaan liggen. Wat een bouwt film. Was het niks? Ik heb wel geteld, 1 erectie geteld. Nou. Maar het zou ook kunnen dat die vent gewoon zo'n klein pikje had dat hij altijd naar voren staat te prikken. Nou. En nog een naakstrand.
nadeel. Ja. Let op, goed, even goed opletten, jongens. Ik weet dat je luistert in de regel iets dwars daarboven die cafés. Oh ja. Er liepen ook wijven in rond. En mijn spreuk is altijd een blote vrouwenmossel op de buis. Nooit van zijn levensdagen in mijn huis. Geen kokringen op de Joling Movie Meter dit keer. Wat slecht. Het was echt waardeloos. Ik heb het nog geprobeerd. Ik heb het geprobeerd echt... Jens, je moet van me aannemen om gewoon toch even die hand op mezelf te slaan. Maar na een uur, echt, het was echt zo'n beetje net zoiets als een lege. Als je een shampoofles hebt die bijna leeg is en je knijpt erin. Ja. Nou, zo'n effect was dat na een uur. Godgamme liefhebber, het was echt zonde van mijn avond. Geen erotiek daar. Geen erotiek en het was wat een afknapper. Ja. Free your willy, een afrader. Heb je niet nog een andere... Ander filmpje gekeken. Ik heb ook nog naar de kokvader gekeken. Dat was weer wel een hele goede film. Met veel van die Italiaanse gasten erin. Ja. En die zeg maar heel veel van die dunne gastjes ook. Want dat was echt, want ik zei net wel voor de gein, maar dat was echt als je daar je pik.